Dag vrienden, goedenavond. Daar zijn we weer. Het is weer een nieuwe vlog natuurlijk, dat is hartstikke leuk. Want ik ben een beetje aan het versloffen geraakt met de vloggen. Maar nu ben ik aan het vloggen met mijn grote vriend, let op. Mark de Brand, dat is toch hartstikke leuk. Even kijken, buiten is een heerlijke salade natuurlijk met een moes van wijn. Draadjesvlees. En onze grote vriend Winston Gasnovic, die is daar heel pist over. Ja. Ja, dat gaat dan nooit meer goed komen tussen ons. Nee. Nou ja, hij dacht dat jij dat alleen voor hem maakte. Ja. En nu is toch gebleken dat je dat ook voor anderen... Nee, alleen voor vrienden. Ja. Maar niemand maakt dit zoals jij. Nou, niemand. Nou, ga je overdrijven, Mark. Er zijn ook mensen die dit ook... Jouw vrouw maakt het toch ook wel eens? Ze kan heel goed koken, maar het is toch een niveau verschil in dit. Maar zij kan weer andere leuke dingen. Ik noem... Wat kan ze eigenlijk? Waar is ze goed in? Wil ik het hier niet over hebben. Nou ja... Wat gaan we doen? Hallo vader. Wij gaan een ijsje eten. Een ijsje eten? Ben je nog op een dieet? Ik wilde eerst niet. Nee. Want toen heb jij me overtuigd dat daar yoghurtijs is. Yoghurtijs, ja. Yoghurtijs van die bolletjes. Kun je nemen gewoon één bolletje. Dat kan wel. Dan ben ik daar wel voor. Oké. Okay. Want je bent lekker aan het trainen. Ben je al op je ideale gewicht? Mag ik even die foto's laten zien van de voor en daarna? Ga je niet ergens op internet? Wat krijg ik ervoor? Kunnen we het over hebben? Nee, dat niet. Dit zijn de foto's. Zo, dat is best een groot verschil. Ja, heb je het ook over mijn buik, of niet? Ja. Lekker hoor. Maar mensen, er is toch iets vreemds aan de hand. Wat is er gebeurd met het yoghurtijs? Dat ga je dus toch niet doen. Nee. In verband met de buik. Nou ja, weet je, als je hier staat, kun je, het is een beetje alsof je naar de hoeren gaat voor een knuffel. Zo, dan kunnen we ons allebei ook even zien, als denken ze dat ik jou erin gemonteerd heb. Ja. Wat jij vertelde mij, dat jij iets bijzonders gaat doen voor de Kankerstichting. Ja, voor KWF. Ja. Ja, tenminste, de Fight Cancer, dat is onderdeel van KWF. Ja. En ik ga een cycling doen op het circuitpark Zandvoort, waar normaal wordt geraced. Het is in het weekend van 18 en 19 juni. En daar is een 24 uur race op de fiets. Bicycle, bicycle. En dat is een heel weekend lang. En je kunt dan voor ons doneren. We hebben al heel veel sponsoren binnen die bijvoorbeeld fietsen voor ons hebben geregeld en kleding. Maar elk eurotje is natuurlijk welkom. En hoe kunnen de mensen doneren? Is helemaal niet gerepeteerd dit door mensen. Nou, als het goed is staat er nu een linkje in beeld. www.fightcancer.nl. Oké, cool. Jij bent de ambassadeur. Ik ben ambassadeur, ja. Heel goed. Nou, dan hebben we toch wel eventjes wel mooi verteld tegen de mensen. Dus lekker storten mensen. Of ga naar de website natuurlijk, fightcancer.nl. En dankjewel dat het is gekomen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ijsje gegeten, lekker gegeten, draadjesvlees, hebben we het leuk gehad. Heerlijk. Kindje. Ciao. Dag fijne tent. Dag jongen. Dag even terug mensen. Dag. Dag mensen. Dag. Ga naar zwaaien, vinden ze niet leuk. Ja. Doe je maar met je vrouw of met je handje zo. Moet je zo doen. Nee, dat is dit filmpje.